Had ik jou maandag gezegd? Je zit niet in het vliegtuig naar Wingen toe maandag, wat had je dan tegen me gezegd? Nou, het voelt fijn om gewoon geplaatst te zijn voor de grenzen. Hè? Helaas finaal verloren, maar toch tevreden man staat hier. Die kwartfinale, je mist een hoop. Maar in de halffinale doe je dat eigenlijk niet echt. En zeker die laatste leg weer. Nu twee keer vandaag een enorme goede laatste leg. Waar haal je dat vandaan? Ja, ik weet het. Ja, het komt gewoon aan. Concentratie moet gewoon goed blijven. En nooit opgeven. Dat is het belangrijkste, denk ik. Je gaat nu natuurlijk naar de Grand Slam. Denk je dat we de Danny die we op de vloer normaal zien, dat we die nu echt vaker, misschien wel constant op het podium gaan zien? Ja, het is natuurlijk wel een ervaring dit toernooi. En wie weet, ik probeer het door te blijven zetten. Het was niet een hele beste finale, ik blijf erbij, maar voor de rest over het algemeen heb ik een goed toernooi gespeeld, denk ik. Volgende doel, tweede ronde WK proberen te halen. Je staat nu op het randje, onderaan. Is dat het volgende doel? Ga je daar de komende twee toernooien voor spelen, top 32 inkomen? Ja, top 32, dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Voor het WK is dat zeker. Dat is wel een doelstelling. Play het championship zit eraan te komen. Grand Slam, dus wordt een paar leuke weken in ieder geval. Danny, we wensen je daar heel veel succes. Dankjewel. Hey, bedankt man.